En dan nu het antwoord op de vraag over de achteraf opgebouwde verlichting. En goedemiddag. Dag Leo. Inspecteur. Wat heb jij nou onder je voorbumper geschroefd? Mooi, hè? Dat zeg ik niet. Ik vind het mooi. Wat is het? Dat zijn dagrijlichten. Nee, dit zijn het niet. Dit zijn dagrijlichten. Ja, dat klopt. Maar ik vind het zo mooi dat ik denk, dat wil ik ook. Maar mag dat? Ja, kennelijk mag. Anders zou jij er niet mee rijden. Maar ik moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Maar dagrijlichten, die mogen. Maar wat is eigenlijk dan, ja, daar heb je het weer, het rotwoord, de definitie van een dagrijlicht. Ja, een dagrijlicht, dat is een wit licht wat naar voren schijnt om de auto overdag beter zichtbaar te maken. Het dagrijlicht hoeft niet uit ledjes te bestaan, nee, hoor. Maar bij de moderne auto's zijn er tegenwoordig allemaal ledjes. Ja. Maar als het maar wit licht is naar voren, dan is het dagrijlicht. Maar is dan niet mijn dimlicht ook gewoon dagrijlicht? Zou al kunnen. Want er zijn ook auto's die geen dagrijlicht hebben en die hun dimlicht aandoen. Maar nou heb je die dagrijlichten aan en je dimlicht erbij. Ja, hele goeie, maar dat mag niet. Want de wetgever zegt, als je dagrijlichten aan hebt, dan mag je geen andere verlichting voeren. En andere verlichting is dus mijn dimlicht en het is mijn groot licht of dat zou mijn mislicht kunnen zijn. Dus het is alleen mijn dagrijlampen en voor de rest niks. Nou heb je er twee op, hè? Mogen er ook vier op? Nee. Ik mag maar twee dagrijlampen. Aha. Oké, okay, dus als je er een ziet rijden met zijn rit? Hele rit, nee, dat is niet goed. Twee dagrijlampen en daar blijft het bij. Hoe komt het eigenlijk dat die dingen nu ineens actueel worden? Want je ziet ze overal. Het is begonnen natuurlijk bij auto's zoals die. Die zijn voorzien af fabriek van dagrijlichten. En dat zijn dus de lichten zoals jij ze erop hebt zitten. En ja, dan krijg je mensen zoals ik die niet zo'n mooie auto hebben. Maar het hiermee moeten doen.